Want ook door Alpe d'Huez ging dit jaar een streep vanwege corona. Het evenement waarbij deelnemers de Alpe d'Huez in Frankrijk beklimmen om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker is doorgeschoven naar volgend jaar. Een groep Enschedese studenten besloot daarom een eigen editie te organiseren en dat in hun eigen studentenhuis. Aangeschoven in de studio is bewoner Tom Kunen. Tom, welkom. Hoi, dankjewel. Leuk dat ik mag zijn. Ja, je hebt die beklimming vandaag ook zelf afgelegd, toch? Yes, dat klopt. Ik moest vanochtend om 22:50 mocht ik beginnen aan mijn klim van 1,5 uur. En in die 1,5 uur ben ik 70 keer omhoog gegaan in ons trappenhuis. Dus dat was even afzien. Goedemiddag. Ik heb daar heel veel vragen over. Maar je zegt al, het was afzien. Op wat voor manier? Wat is het meest afzien tijdens een 70 keer op en af aan de trap gaan? Nou, het is aan de ene kant is het natuurlijk wel redelijk zwaar voor je benen. We hebben zeg maar 4 trappen in totaal. We leggen een hoogte afstand af van 11 meter. Dus op een gegeven moment gaan je benen wel een beetje zeuren dat ze het niet zo fijn meer vinden. Maar eigenlijk was voor mij de grootste bottleneck toch wel de conditie. Op een gegeven moment wil je wat sneller, wil je wat harder omhoog. En dan kan je de verzuring kan je wel doorheen bijten. Maar dan is het toch wel conditioneel zwaar om te blijven gaan. Dat geloof ik graag, ja. We hebben wat beelden vanuit jullie studentenhuis. Waarin we ook zien hoe dat dan ongeveer in zijn werk gaat. Yes. Jullie gaan dus in totaal 4 trappen op. Ja, dat klopt. En 4 van deze soort trappen, zeg maar. En dat is een hoogste verschil van 11 meter, zeg je? Ik heb het even opgezocht namelijk. De Alpe d'Huez zelf, 1127 meter. Ja, dat klopt. Dus wij hebben een beetje aangehouden dat elke 100 keer dat wij in ons trappenhuis omhoog zijn gegaan, dat wij 1 keer de berg hebben beklommen. Dat we 1 beklimming hebben gedaan. En we zijn vanmiddag over de 1000 keer in ons trappenhuis omhoog gegaan. Dus dat is al 10 keer. Je hebt 10 keer op en neer de Alpe d'Huez gelopen. Of is het op de Alpe d'Huez op gaat het dan vooral om, hè? Ja, precies. Ja, en jij dus 70. Dus ook bijna in je eentje die Alpe d'Huez helemaal tot aan de top gelopen. Maar je hebt hem ook afgelopen natuurlijk. Want je moet iedere keer ook weer naar beneden toe lopen. Dus eigenlijk heb je nog meer Ja, dat klopt. Ja, dus in principe bij het event Alpe d'Huez is dat ook zo. Je fietst omhoog en daarna fiets je weer omlaag. Dus dat omlaag fietsen is dan denk ik iets makkelijker dan lopen. Traplopen is ook omlaag wel aanzienlijk makkelijker dan omhoog. Natuurlijk. Maar jullie hebben ook het trappenhuis een beetje opgeruimd, zag ik. Want normaal in studentenhuis is denk ik traplopen over de bananendozen heen en langs de voetbalschoenen. Nou, we hebben het inderdaad wel een beetje opgeruimd. Maar we hebben eigenlijk een relatief schoon studentenhuis nog wel. We hebben het wel vooral ook echt wat leuker gemaakt. Ook zodat op de livestream die we hebben. Dat er gewoon wat leuke dingetjes zijn. Hoe is het leuk dan? We hebben bijvoorbeeld we hebben een verkeersbord waar dan staat maximum snelheid is 51 km per uur. Omdat we wonen op Campuslaan 51. Dus allemaal van dat soort dingetjes. Is er iemand die de snelheidslimiet heeft overtreden? Nou, ik denk als het iemand moest zijn, was vlak voordat ik wegging, was een huisgenoot van mij. Die heeft binnen het 1,5 uur die 110 keer ons trappenhuis beklommen. Dus die heeft in zijn eentje meer dan 1 keer de berg is die opgerend. Dat is ongelooflijk. Is dat Usain Bolt? Ja, dat zou je bijna zeggen. Het was voor ons ook mooi om te zien. We zaten met bijna alle huisgenoten zaten we langs de route, zeg maar. Ja? Om naar boven te schreeuwen. Dus en via de livestream hele leuke berichten elke keer gehad. Mensen die zeiden van elke keer dat je boven de 100 uitkomt, dan doneren we extra. Dat soort dingetjes. Want het is dus het 72 uur lang. Yes. Jullie zijn maandag begonnen? Ja, gisteren om 10:05. En dat gaat dag en nacht door? Ja. Dus het is ook mega irritant. Ben je aan het studeren of ben je aan het slapen? En dan zit er de hele tijd iemand op die trap te lopen. Ja, het is wel een beetje vervelend inderdaad. Slapen is wat lastiger. Omdat ik woon bijvoorbeeld echt naast de gang. Dus dan komen elke keer mensen langs stampen. Maar ja, dat is dan maar 3 dagen zo. Dat heb je ervoor over. Makkelijk. Ja. Is het alleen, zijn het alle bewoners van de Royal Pink Palace, geloof ik, zoals jullie huis eigenlijk heet? We zagen dat ook in het filmpje, dat roze huis. Ja. Of zijn het nog meer mensen die meedoen? Nee, in principe zijn het zijn eigenlijk alleen echt onze bewoners. We zijn nu met 1 iemand meer, omdat er komt een nieuwe bewoner komt binnenkort bij ons wonen. Dus we zijn nu dan met 17, hebben we een beetje geschoven in wie er beschikbaar was en wanneer, op welke momenten. Maar in principe lopen met z'n 16e, 17e lopen wij die 72 uur vol. In ploegendienst. Je moet dus nog een keer, denk ik. Ik moet nog 2 keer. Nog 2 keer zelfs. Ja. Ik moet vannacht om 11:50 nog een keertje en morgen nacht ergens nog een keer. Maar dat wanneer weet ik niet precies. Waren jullie anders ook met deze groep naar Frankrijk afgereisd?
Daar hebben we het wel al een aantal keren over gehad. Maar ik weet niet zeker of we dat dit jaar al hadden gedaan. Maar het is wel iets wat we misschien in de toekomst nog willen gaan doen. Helemaal na deze actie. Die we ook deels doen omdat dat is toch wel iets wat bij veel huisgenoten toch wel bij dichtbij komt. Is het misschien wel iets wat we inderdaad in de toekomst nog willen gaan doen. Op welke manier bedoel je dat het dichtbij komt? Nou, er zijn een aantal mensen binnen ons huis die van heel erg dichtbij kanker hebben ervaren. Ik denk dat bij iedereen in het huis wel dat op een manier een beetje een rol speelt in zijn of haar leven. En bij een aantal is dat wel heel erg aan de dag, zeg maar. Een zaak van aan de dag. Ja. Dus op die manier komt het voor. We zijn met het huis zijn we super hecht en zijn we gewoon eigenlijk één grote familie. En als het dus bij een aantal mensen heel erg dichtbij komt, dan komt het bij ons allemaal best wel heel erg dichtbij. Mm. En dat... Ja, op die manier hebben we het ook wel inderdaad over gehad om in ieder geval met een deel van het huis wel te gaan fietsen ooit. Ja. In ieder geval nu deze actie zijn we opgekomen. Is dat trouwens ook, ik zit me in één keer te bedenken, de Royal Pink Palace. Je hebt natuurlijk ook Pink Ribbon, dat gaat dan over borstkanker. Heeft dat iets met elkaar te maken of is dat weer heel ver gezocht? Nou, dat is inderdaad wel voorbij gekomen. Toen wij dit idee kregen hebben we eigenlijk best wel snel gedacht aan dat we er een goed doel aan wilden koppelen als we zo'n actie zouden gaan doen. En het eerste goede doel wat bij ons te binnen schoot was inderdaad Pink Ribbon, omdat vanwege onze huiskleur. Alleen... Huiskleur in dit geval, hè? Ja. Waarom is die roze eigenlijk? Ja, er gaan allerlei geruchten, maar de meest geaccepteerde is eigenlijk dat... bijna 55 jaar geleden, geloof ik, gaf onze woningbaas ons toestemming om het huis te pimpen. Een bepaald bedrag gaven ze ons voor om spul van te halen bij de bouwmarkt. En de huisgenoten van toen hebben ervoor gekozen om de goedkoopste verf te halen bij de Praxis of zo. En die was roze. En die was roze. Niemand wilde hem hebben. Nee, het is in alle muren in ieder geval zijn roze gegaan. En de afgelopen 4 jaar, ongeveer sinds ik er woon, is die roze gekte eigenlijk een beetje aan het doorslaan. Zo heb je op het filmpje, kon je het net zien. De trap is roze, onze eettafels zijn roze, we hebben allemaal roze truien. Nou ja, het is zo gek om op te noemen, of we hebben het bijna wel in het roze. Wat goed, hè? Ja, mooi onderscheidend ten opzichte van andere studentenhuizen. Zeker, zo. Ja, ja, zeker. Maar is dat niet het idee juist om dit dan juist als event aan te houden? Juist dat traplopen dat je niet volgend jaar naar Frankrijk gaat, maar dat dit gewoon een UT-event blijft en misschien wel... Ja, als ze dat van jullie mogen natuurlijk, maar meerdere huizen aan de Kampuslaan daaraan mee gaan doen, dat het een groter ding wordt? Ja, dat zou eigenlijk ook wel heel gaaf zijn. De precieze toekomst van hoe we dit willen gaan doen, hebben we nog niet echt over nagedacht. Als het gaat leven op de campus van de universiteit, dat zou natuurlijk prachtig zijn dat meer mensen zich hiervoor in gaan zetten. Wij gaan volgend jaar denk ik sowieso Alpe d'Huez niet zomaar voorbij laten gaan. Dus of we dat inderdaad weer in ons eigen huis doen. Of gewoon dat wij, en. Of inderdaad, we kunnen ook wel ook naar Frankrijk. Ja, natuurlijk. Ja, ook leuk. Ja. Zit er ook eigenlijk voortdurend een EHBO'er aan de kant? Want ik kan me voorstellen dat niet elke student het in zich heeft om 1,5 uur trap te lopen. Dat is tot nu toe nog is het bij iedereen goed gegaan. We hebben in principe geen EHBO'er aan de kant, maar we hebben wel een verbandtrommel voor als het... voor als iemand van de trap valt. Ja, bijvoorbeeld. Even een hoofd hechten. Ja, dan zullen we inderdaad misschien iets moeten bellen. Ja, precies, anders een biertje voor de pijn. Dat. Ja, maar het is het allemaal, denk ik, uiteindelijk waard. Hoeveel geld hebben jullie inmiddels al opgehaald? Nou, ons streefbedrag was 5100 euro. En dat hebben we absurd genoeg gistermiddag voordat we begonnen al gehaald. Wauw. Ja. En we zitten nu, ik heb net nog even op de fiets snel gecheckt, zitten nu volgens mij bijna op 6800 euro. Zo, mooi. 6800. Ja, dat is echt, ik kan er echt met mijn hoofd niet bij dat zoveel mensen ons willen steunen in wat we aan het doen zijn. En ook gewoon de strijd tegen kanker willen steunen. Als er nou mensen luisteren en denken, we willen ook steunen. Ja, dat vooral doen. Via onze website 51.kampuslaan.nl. 51 als getal. Daar staat een link naar en de livestream. Waar we in ons hele huis gewoon dag en nacht aan het streamen zijn. En ook reageren en alles. Maar daar staat ook een link naar de KWF-pagina. Of anders kun je het ook heel makkelijk vinden als je naar de KWF-pagina gaat. En dan naar de notaties gaat kijken. De top acties, zeg maar. Okay. Dan staan we volgens mij wel in de top 5 van... Maar anders dus 51.kampuslaan.nl. Yes. Ga even kijken. Tom Kuenen, dankjewel. En heel veel succes met je actie. En ook vannacht en dan morgen nog met het lopen. Yes, dankjewel. Ja, leuk dat ik er nog zijn.